Ja, de politie is nog met me bezig. Maar erg jammer dat mijn telefoon weer uitviel. Ik merk als ik live ga dat er echt enorm veel batterij wordt geslurpt. En ik heb een oude telefoon. En ze hebben me verzocht om weg te gaan. Ze hebben me niet gedwongen om weg te gaan. Ik heb een goed gesprek gehad met mensen van op één, twee belangrijke personen daar. En toen ik begon over geldstromen, over de vrijmetselaars, over de elite, de banken, Rothschild-familie, Rockefeller-familie, toen werd één van hun zo ongemakkelijk en die andere ook. Ik zei, hoeveel vrijmetselaars werken hier? Hallo, hoi hoi, waakzaam en dienstbaar, voor wie? Kijk, zo zie ik het graag. Ze hebben echt niks te doen. In ieder geval, ik heb goed gesproken met Op1. En ze willen me misschien een keer interviewen of uitnodigen aan tafel. Ja, ik ben er natuurlijk niet 100% voor. Want ik weet natuurlijk hoe ze te werk gaan en hoeveel intimidaties je onderweg al tegenkomt. Maar met deze twee mannen kon ik zeker goed door één deur. En ze hadden ook respect voor mij. Op het einde, ik weet niet of dat nog in de live te zien is, werd er ook gezegd, Max, ja, ik dacht inderdaad dat jij een agressieve mafkees was, maar nu ik dit gesprek met je heb, heb ik toch een heel ander beeld van je. Dus ja, dat is mooi om te horen. En ik denk dat dat ook belangrijk is, dat ik daarin ook de mainstream media natuurlijk een kans geef om mijzelf ook te profileren bij de slaapkoppen van Nederland. Bij de gehypnotiseerde burgers van Nederland. Dus ik ga even kijken waar ik daar nog wat kan doen. Hè, ik ben helemaal niet gevorderd om de Mediapark te verlaten. En ik heb alle recht om mijn eigen hier te profileren. En om verhaal te halen, ook bij RTL en bij iedereen. Van waarom is dit allemaal zo in Nederland gegaan? En waar zijn jullie mee bezig? Wat is in jullie belangen? Waar werken jullie allemaal aan mee in deze derde wereldoorlog? Dus jammer dat mijn telefoonbatterij net leeg ging. Maar de live is in ieder geval wel op mijn kanaal gekomen. En inderdaad mensen, ja, ik vind het gewoon zeer zorgwekkend. Dat in een oorlogstijd zoveel zogenaamde verzetskanalen, verzetsgroepen inderdaad bezig zijn met merchandise, bezig zijn met zichzelf als een god te laten aanbidden. Met zichzelf enorm profileren. Ik ben een wakkere ondernemer. Dat zag ik gisteren nog een video over. Wakkere ondernemers. Ik denk, je bent helemaal niet wakker. Je bent nog steeds bezig met je eigen portemonnee. Je bent alleen maar bezig om mensen op te lichten. Met merchandise, met marketingtechnieken. Jezelf op de kaart te zetten. Mensen de zakken leeg te kloppen met zogenaamde strijderstaal, maar je voert helemaal geen strijd. Heel veel groepen voeren geen strijd, sorry dat ik het zeg. En dat ik hier ben is voor mij gewoon peanuts, weet je. Dit is voor mij gewoon normaal leven. Ik heb al heel mijn leven gestreden. Ik heb elke dag moeten overleven. Met enorm veel tegenslagen van mensen, van de duivel. Trauma's uit mijn jeugd. Dit is voor mij niks. Hier lopen is voor mij gewoon leuk, is gewoon een uitje. Ondanks dat politie die achter me aankomt en me lastig valt. Maar sorry dat ik het zeg. Hoe kan je nu inderdaad als een zogenaamde verzetstrijder, strandfeesten en allemaal feestjes en workshops. Echt waar. Sorry dat ik het zeg. Maar er moet gewoon veel meer strijd geleverd worden. Willen we Nederland bevrijden. En we kunnen wel naar andere landen gaan kijken. We kunnen wel op andere landen gaan wachten. Maar waar zijn de strijders? Waar zijn de werkelijke strijders voor Nederland? Om uit die Great Reset te stappen. Het is een kleine stap. Maar er zijn maar weinig mensen die het voortouw nemen. En zolang dat nog niet goed genoeg gebeurt, zal ik elke dag ten strijde trekken. Met alle gevolgen van dien. Met alle problemen die erbij komen kijken. Maar ik moet mijn portie geven. En mijn portie is klein of groot. Maar ik zal alles geven voor de verbetering en de bevrijding van Nederland. Zonder kritiek te geven op anderen die niet strijden. Maar ik ben wel tegen zakkenwassers, tegen oplichting,
tegen mensen die er een slagje uit proberen te slaan. En dan gaat het om tonnen. Hè. Keuzevrij bij mij heeft tonnen opgehaald. En wat doen ze met die tonnen? Zelfverrijking. Wat gebeurt er met al dat geld? Wakku wakku, wat gebeurt er met al dat geld? Dat zijn normale vragen. Want zodra die rechtszaak verloren was door Wakku Wakku, zijn ze meteen eigenlijk uit het verzet gestapt. Ja, nou ja, terwijl mensen storten geld, zodat ze juist doorgaan met de strijd. De strijd moest nog eigenlijk beginnen. Maar ja, ik ga binnenkort even langs bij Wakku Wakku, even kijken, even nog mijn mening geven over het hele verhaal daar. En ik probeer me ook wat in te lezen in de geldwolven achter de schermen die bezig zijn. En alle leugenaars die bezig zijn. Ja, elite infiltranten. Die bezig zijn om het verzet zwak te houden. Het verzet tegen te werken. Het verzet in Nederland gewoon volledig eigenlijk te laten mislukken. Terwijl we zoveel wakkere mensen hebben in Nederland. Dan praat je echt over honderdduizenden wakkere mensen. Ja, politie is nog hier mij aan de schaduwen. Terwijl ik even naar RTL ga. En dat, ja, ik zit nu wel met dat verlengsnoer. Ik ben aan de powerbank aangesloten. Kijk, dat is de politie daar. Die schaduwen mij. Ik ga even hier wat regelen bij de RTL. Ik ben er nu toch, waarom zou ik naar huis gaan? Hallo. Hey, hoe weet je? Ja hoor. Black on black, RTL. Kat en muisspel kan weer beginnen. Code rood, Hilversum. Volgens mij die groep Hilversum 3.0 op Telegram. Sluit je aan mensen bij het Hilversum protest, Mediapark. Ja, dat heb ik altijd gezegd. Als mensen het echt in de portemonnee gaan merken, dan ga je heel veel mensen zien die boos worden, die gefrustreerd worden. Ja, die ook dan inderdaad in actie kunnen gaan komen. Ja, dat is zeker zo. Ik weet niet waar die RTL hier mensen op wachten, maar wordt niet gecommuniceerd. Goedemiddag, welkom bij RTL. Hallo, ik ben in de uitzendingen meerdere keren gekomen van RTL Nieuws en ook andere programma's van RTL, zoals Bo van R. van Dorens. Max de Fakkelman, ik wil even hoor en wederhoor toepassen, want dat is toch belangrijk in de media, dat jullie ook mijn verhaal even aanhoren. Oké, maar heb je een afspraak? Ik wil graag een afspraak maken, ja. Ik ben digibeet, dus ik kom gewoon naar jullie toe. En dan wil ik even zo een afspraak met jullie maken over hoor en wederhoor. Ja, maar dat doe je allemaal via online, hè? Nee, dat doe ik niet via online, meneer. Ik ga niet mee in het nieuwe normaal, dat alles ja, online dan gaat. Ja, dan haalt het hier op, want er is geen toegang in het pand. Nou, maar als je een afspraak heeft, laat ik niemand binnen. U kan toch even mijn gegevens noteren? Dan weet u, dan kan u met mij contact opnemen. Bent u net ergens anders al bezig geweest?
Ik kom hier voor RTL. Meneer, ik ben u van doen. Ik heb niks met anderen hier te van doen. Ik ben een bekende in de media. Ik kom hoor en wederhoor, wil ik promoten. En uw naam is? Max van den Berg. U bent net al bij een andere locatie al weggestuurd. Ik ben nergens weggestuurd, meneer. Ik kreeg net een telefoontje dat u net bij het Ziggo-gebouw stond en dat u daar ook weggestuurd bent. Nee, ik ben verzocht om verder te gaan en ik ben nu hier verder. Ik ben bij de RTL nu. Oké, nou verzoek ik u ook verder te gaan. Als u geen afspraak hebt, laat ik u niet binnen. En anders gaat het online. Nou meneer, u leeft in een World Wide Web. Kom uit het spinnenweb van de elite en word mens. U bent een mens, u bent geen robot. Stop transhumanisme. Prima. Nou, dan maar via de post. De vrijheidsduif. Mijn gegevens staan erop. Zie je zelfs de post? Oh, zo, naar binnen, ja. Gebiedsverbod is opgeheven. Ik kom hier echt in botsing met de mainstream media. Ik weet niet wat ik daar nog kan doen. ITV, studio's. Nou, ik ga weg mensen. Ik ga de trein weer in. Ik heb mijn best gedaan. Ik kom hier echt in aanraking met internet. Alles via online. Menselijkheid bestaat niet meer. Even op visite komen bestaat niet meer. Vriendelijkheid bestaat niet meer. Hoor en wederhoor bestaat niet meer. Het is een groot schandaal in Nederland. Al jaren gaande. Gelukkig door corona zijn meer mensen bewust geworden. Meer mensen wakker geworden. En ik zal op een andere manier bij RTL mijn verhaal moeten gaan doen. Ik ga nu maar even weer terug, denk ik. Ik heb zowel... behoorlijk wat plekken ben ik nu geweest. Het is mooi geweest. Ik ga weer andere dingen doen vandaag. Tot later mensen. Bedankt voor de steun. Als de politie moeilijk gaat doen, dan zal ik nog even live gaan. Maar ik verwacht geen problemen.